Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, heeft graag dat de gepensioneerden van haar leden tijdig en welvaartsvast worden uitbetaald. De overheidsgepensioneerden hebben hierover hun stem laten horen. Het bondsbestuur is op woensdag 4 maart ontvangen door regeringsadviseur Jules Weidenbos. Nou, voordat we kijken naar wat voortgevloeid is, dan moet u weten, er is een stuk geschiedenis eraf voorgegaan. U moet weten, we zijn sinds 2017 bezig. 2018 waren we bij de president, ik kan me vergissen, maar... En we zijn daar goed ontvangen toen, er zijn afspraken gemaakt. Een deel van die afspraken zijn ingelost. Daarna hadden we afspraken lopen met de minister van Financiën. En die afspraken zijn niet daar gekomen. We zouden antwoord moeten krijgen over een schema. We hebben niks gehoord. En ontstaat er ontevredenheid onder de senioren. Ik zal maar niet zeggen welke uitdrukkingen men zowel gebruikt heeft. Maar die uitnodiging van vandaag, we zijn gekomen en we zijn goed ontvangen. We zijn goed ontvangen en ik hoop van ganser harte dat wat afgesproken is, de werkelijkheid wordt. Afgesproken is dat ik ultimo vrijdag gebeld ga worden, dat mensen contact gezocht gaat worden met mij, zodat ik maandag op de vergadering dit kan delen met mijn medebestuursleden. En dat we kijken wat het vervolg zal zijn van dit gesprek. Zijn alle knelpunten op tafel gelegd? We hebben geprobeerd alle knelpunten op tafel te leggen. Kijk, wanneer je komt praten met regeringvertegenwoordigers, betekent dat je alle knelpunten die er zijn, zoveel als mogelijk op tafel moet leggen. Want zo'n gelegenheid krijg je niet vaak. En wanneer het ijzers heet is, moet je het dan smeden. Probeer het onderste uit de kant te halen. Probeer zoveel mogelijk op tafel te leggen en kijken wat het wordt. Bent u tevreden met wat er besproken is geworden? Tevreden is een groot woord. Ik ben niet ontevreden, laat me het zo zeggen. Maar ik kijk uit. Waarom? Omdat ik vind hoor dat het is in feite niet iets wat het zou niet nodig mogen zijn dat we hierover zouden praten. Maar blij dat we goed ontvangen zijn. En dan gaan we kijken wat wordt het. Ik hoop niet dat we weer zo lang moeten wachten totdat er dingen gebeuren voor die ouderen. Want kijk, ouder worden betekent ook, niet dat je doodgaat direct, maar je dagen zijn niet onbeperkt. Ja? En hoe ouder je wordt, hoe vatbaarder je wordt voor allerlei kwaaltjes. Ja? Zal deze informatie volledig gedeeld worden met de overige leden van het BBGO? Dat is de bedoeling. Kijk, er is een actiecomité. Want dat is namelijk het geval, daar heb ik niet bij gezegd. Toen de zaken uitbleven die gedaan moesten worden, toen is er een actiecomité ontstaan onder de leden. Ze zijn boos geworden, ze hebben een petitie ingediend enzovoort enzovoort. Dat betekent dat wat wij hier hebben besproken met ze gedeeld moet worden. Want anders krijgen we problemen. En dat willen we niet. Hè? En je moet oudere mensen niet in problemen geven. Ze hebben al genoeg. Nou, minister Moustaya, ik vind dat hij zijn best heeft gedaan. Hij heeft gebeld enzovoort. Berekeningen laten maken door pensioenfonds. Dus die goeie man heeft gedaan wat hij kon doen.